Voeding speelt een ontzettend grote rol in deze COVID-19 periode, dit zegt diëtiste Mariska Tayapin. Er moet gelet worden op wat er wordt gegeten, benadrukt de diëtiste verder, niet alleen wat we eten, maar ook hoe we eten en hoe het bereid wordt. Deze periode wekt bij verschillende mensen stress en paniek op. Voeding is daarom heel belangrijk. Naast beweging, naast rust, naast om te leren omgaan met deze stressige situatie is voeding dus zeer belangrijk. Um, eigenlijk begint het met we moeten ons lichaam als het ware verdedigen tegen schadelijke invloeden van buiten. Eigenlijk, je weet het al, als je gaat verdedigen, neem je een bepaalde houding aan. Ons lichaam wil ook een bepaalde houding aannemen en dat doen we dus met een hele goede voeding. En, um, het betekent eigenlijk dat we ons immuunsysteem, ons verdedigingsmechanisme, goed moeten boosten. En dat doen we door. Verschillende antioxidanten, dat zijn stoffen die in de voeding voorkomen, tot ons te nemen. En belangrijk is het dus, we weten antioxidanten, we horen heel veel over vitamine C om ons weerstand te boosten. We horen over, we, we weten het allemaal al. We weten dat we veel groenten moeten eten en veel vruchten moeten eten. Maar ik wil een stapje verder gaan. Eigenlijk gaat het erom dat je al probeert in deze periode een goede regelmaat. Te hebben als je eet. Tayapin zegt verder dat een regelmaat in ons eetpatroon belangrijk is. Omdat wanneer dit ontbreekt, er te veel wordt gegeten. En dat is juist het gevaarlijke, benadrukt de diëtiste. Belangrijk is het dus om die regelmaat in acht te houden. Probeer voor jezelf om de drie uren te eten. Mensen die bijvoorbeeld te mager zijn, te slank zijn, die kunnen zelf proberen om frequenter te eten, vaker te eten, dus om de twee uren te eten. Daarnaast is het erg belangrijk hoe bereid je het eten. We zijn vaak ook gewend om veel olie bij het eten te doen en veel, uh, veel suikers bij het eten te doen. Zoete ketchup, zoete pindasambal, uh, Veel suiker toe te voegen aan het eten. Probeer suiker heel erg te beperken. Als het even mogelijk is, probeer het zelfs weg te laten. Dit is de Mariska Tayapin. Zij sprak in het COVID-journaal over het belang van gezonde voeding in deze COVID-19 periode. Haar advies is probeer met regelmaat te eten en indien mogelijk om de drie uren.